Voorzitter, ik wil graag een mededeling doen bij de mededelingen. Ja. Bij de mededelingen? Bij de ja. Dat is puntje... puntje... Inhoudelijke mededeling. Puntje 10 op de agenda? Nee, zoveel mogelijk als eerste punt. Bij opening en mededelingen. Opende en mededelingen? Nou ja, dan... Dan geef ik hierbij het woord aan wethouder Sahin. Ja, dank u wel, voorzitter. En beste raads- en commissieleden en beste aanwezigen. Sommige besluiten neem je niet zomaar. Daar denk je heel veel over na. En soms vallen die ook heel erg zwaar. Maar ik heb vandaag een belangrijk besluit genomen. En, daarover wil ik jullie ook een mededeling doen. Ik deel u mee dat ik besloten heb met onmiddellijke ingang mijn functie als wethouder te beëindigen. In aanloop naar de bespreking van de actualisatie woonvisie heb ik geconstateerd dat er een onoverbrugbaar verschil is ontstaan over het wijzigen van de norm voor sociale woningbouw en hiermee de urgentie om meer betaalbare woningen te realiseren. Als wethouder met de portefeuille wonen heb ik met het actualiseren van de norm 25% sociale huur ten opzichte van de huidige norm van 15% sociale huur recht willen doen aan de afspraak die in de regio is gemaakt en die door uw raad door middel van een zienswijze op 21 december 2017 is bekrachtigd. In deze tijd van grote schaarste aan betaalbare woningen wil ik als bestuurder er alles aan doen om alle bevolkingsgroepen een thuis te bieden in Oegstgeest. Vanuit een groot rechtvaardigheidsgevoel en mijn drijfveer om op te komen voor kwetsbare mensen ben ik politiek actief geworden. Ieder mens heeft recht op een huis. Dat is een fundamenteel bestaansrecht. Leerkrachten, hulpverleners en handhavers zijn van onschatbare waarde. Het is van groot belang dat ook zij in Oegstgeest een woning kunnen vinden. Ik vind het jammer en betreurend dat onze samenwerking zo kort heeft geduurd. Ik wens jullie allen heel veel succes met jullie belangrijke taak voor de inwoners van Oegstgeest. En ik wil ook via deze weg ook de ambtenaren die met passie en gedrevenheid voor Oegstgeest, voor de inwoners werken, heel hartelijk danken voor de goede samenwerking. Ik ga de vergadering ook nu verlaten. Daarom. Wethouder, dank. Dit komt als een volslagen verrassing. Ik stel voor even de vergadering schorsen. Even onbehandeld tijd.